De figuren die u nu ziet worden fractals genoemd. Ze hebben een complexe en recursieve structuur. Met een kleine verandering in de startwaarde van een fractal kun je geheel ergens anders uitkomen. Deze figuren doen me ook denken aan de ontwikkeling van kinderen. Ook de ontwikkeling van kinderen verloopt volgens een complex en gestructureerd proces. Ook een ogenschijnlijk kleine verandering in het leven van een kind kan leiden tot een geheel andere richting in de ontwikkeling. Soms hebben kinderen een moeilijke start, omdat ze te vroeg geboren worden. Deze moeilijke start is bepalend voor de richting waarin ze zich ontwikkelen. Ongeveer 7-8% van de kinderen wordt te vroeg geboren. Dat wil zeggen voor een zwangerschapsduur van 37 weken. En het eerste dat opvalt aan een te vroeg geboren kindje is dat het klein is. En vaak hebben prematuur geboren kinderen ook ademhalingsproblemen. Maar dat hoeft niet. Heel veel kinderen ontwikkelen zich verder normaal. Maar ze hebben wel een verhoogde kans op ontwikkelingsproblemen. Ouders van prematuur geboren kinderen zijn vaak bezorgd over de ontwikkeling van hun kinderen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het volgende verhaal, geplaatst door een ouder op de website couveuseouders.nl. Bij elke stap in de ontwikkeling ben je bezorgd of het wel goed gaat. Of je wel alert genoeg bent. Want als er iets is, dan wil je op tijd inspringen met het zoeken van de juiste hulp. De ontwikkeling van een kind is heel divers en complex en wordt bepaald door de omgeving waarin het kind opgroeit. Zo zijn bijvoorbeeld ook de interactie met de kinderen of met de ouders van belang en hebben invloed op de ontwikkeling van het kind. Door verbeterde zorg zijn de overlevingskansen van deze kinderen beter dan ooit tevoren. Hierdoor groeit ook het aantal kinderen met ontwikkelingsproblemen op het gebied van motoriek, communicatie, voeding en cognitie de laatste decennia sterk. In de praktijk blijkt dat logopedisten, verpleegkundigen en psychologen ook vragen hebben over de screening, diagnostiek en behandeling van te vroeg geboren kinderen. En pas als we meer inzicht hebben in die vroege indicatoren voor een afwijkende ontwikkeling of in de context waarin het kind opgroeit, dan kunnen we de basisvoorzieningen en de zorg voor kinderen optimaliseren. Nou, we weten uit de praktijk dat te vroeg geboren kinderen vaak problemen hebben om te leren drinken uit de borst of uit de fles. Maar we weten eigenlijk nog niet heel erg goed wat daar allemaal een rol bij speelt. En de vraag vanuit het werkveld was, zouden jullie dat eens kunnen onderzoeken? Kunnen jullie eens in kaart brengen hoe die ontwikkeling van het zuigen nou eigenlijk precies verloopt bij te vroeg geboren kinderen? En dat was voor ons de reden om een onderzoek te gaan starten onder 64 te vroeg geboren kinderen en 30 kinderen als controlegroep die op tijd geboren zijn. En die gedurende hun zuigontwikkeling te volgen en te kijken wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen te vroeg geboren kinderen en op tijd geboren kinderen. We hebben het zuigen bekeken, geobserveerd met behulp van de NOMAS, de Neonatal Oral Motor Assessment Scale. Dat is een observatieinstrument voor baby's vanaf de geboorte tot ongeveer 12 weken na de uitgerekende datum. We hebben die NOMAS afgenomen bij 30 op tijd geboren kinderen. Daarbij zien we de 30 kinderen onder elkaar staan en we zien van links naar rechts de zwangerschapsduur van op het moment wanneer de kinderen geboren zijn en gestart zijn met orale voeding. En dan zien we dat bijna alle kinderen op één na met een groen blokje begonnen zijn. Dat betekent dat ze een normaal zuigpatroon hadden op dat moment. En dat een derde van de kinderen zo nu en dan eens een meetmoment heeft waarop we een geel-oranje blokje zien. En dat geeft aan dat de lichtste afwijking in het zuigpatroon te zien is. En als de kinderen 10 weken oud zijn, 10 weken na de uitgerekende datum, dan hebben eigenlijk alle kinderen een normaal zuigpatroon. Als we naar figuur 2 kijken, dan zijn daar twee groepen prematuren in vergeleken. Links zien we de groep kinderen die een geboortegewicht hadden wat passend was bij de zwangerschapsduur. En rechts zien we de groep kinderen die te licht waren voor de zwangerschapsduur.
En als we nog weer even naar de linkerplaatje kijken, dan zijn de kinderen van boven naar beneden gerangschikt op de zwangerschapsduur. Dus de bovenste is geboren na een hele korte zwangerschapsduur en de onderste is geboren na een wat langere zwangerschapsduur. En dan kun je zien dat hoe langer het kind in de baarmoeder heeft gezeten, des te sneller het kind een normaal zuigpatroon heeft. En dat kun je zien aan de groene kleur. Wat je hier in dit figuur ook ziet en wat we niet bij de normale kinderen zagen, is dat hier zeker voor de uitgerekende datum, maar ook wel daarna, allemaal blokjes in andere kleuren zijn. Wat aangeeft dat het kind of zijn ademhaling niet goed kon coördineren met zuigen en slikken, of het zuigen niet kon volhouden, of allebei. We zien ook bij de linkergroep, dus de kinderen met het passende geboortegewicht, dat 10 weken na de uitgerekende datum de meeste kinderen een normaal zuigpatroon hebben. Kijken we dan naar de groep aan de rechterkant, dus de kinderen die ook een te laag geboortegewicht hadden voor de zwangerschapsduur, dan zien we dat rond de 40 weken, dat is de uitgerekende datum, er geen enkel kind is wat een normaal zuigpatroon heeft. Kijken we dan naar het moment van dat het kind 10 weken oud is na de uitgerekende datum, dan zien we dat er maar een paar kinderen normaal kunnen zuigen. En we zien ook vanaf het eerste meetmoment tot later in de zuigontwikkeling heel veel vakjes paars of rood of blauw gekleurd, wat aangeeft dat er sprake is van een afwijkend zuigpatroon. Wat we ontdekten was dat vooral de kinderen die heel erg te vroeg geboren zijn, dus na een zwangerschapsduur korter dan 30 weken, en de kinderen die een heel laag geboortegewicht hadden, dat die beide groepen de meeste problemen hebben om goed te leren drinken. En dat betekent dat voor ouders, de kinderverpleegkundige, de logopedist, belangrijk is om te weten, omdat juist die beide groepen dan wat extra aandacht nodig hebben. En die extra aandacht die geven we sinds een aantal jaren in Nederland door gebruik te maken van de Early Feeding Skills Assessment, de EFS, die ontwikkeld is door Susan Thoiry uit de Verenigde Staten, waarbij de kinderverpleegkundige samen met de ouders en vaak ook samen met de logopedist kijkt, hoe doet dit specifieke kind het? En hoe kunnen we dit kind zo goed mogelijk leren drinken uit de borst of uit de fles? Saakje da Costa heeft bij prematuurgeboren kinderen zuig- en slikontwikkeling in kaart gebracht. Om nu te onderzoeken of er een verband bestaat tussen die zuig- en slikontwikkeling en de latere ontwikkeling, hebben we bij 52 van die kinderen de ontwikkeling in kaart gebracht op 2-jarige leeftijd met een neurologisch onderzoek en een ontwikkelingstest. Van die 52 kinderen bleken er 39 kinderen een normale ontwikkeling te hebben en 13 kinderen een afwijkende ontwikkeling op 2 jaar. We hebben per groep voor elk meetmoment na de geboorte in kaart gebracht hoeveel kinderen op dat meetmoment een normaal zuigpatroon hadden. Dit hebben we bepaald voor de meetmomenten tussen week 37 en week 50. Dat is 10 weken na de uitgerekende datum. De blauwe lijn geeft de groep kinderen met een normale ontwikkeling op 2-jarige leeftijd weer. De rode lijn geeft de groep kinderen met een afwijkende ontwikkeling op 2-jarige leeftijd weer. Wat we zien is dat er 4 tot 6 weken na de uitgerekende datum een verschil is tussen de groep kinderen met een normale ontwikkeling op 2 jaar en de groep kinderen met een afwijkende ontwikkeling op 2 jaar. 4 tot 6 weken na de uitgerekende datum stijgt het aantal kinderen met een normaal zuigpatroon wel in de groep kinderen met een normale ontwikkeling op 2 jaar, maar niet bij de groep kinderen met een afwijkende ontwikkeling op 2 jaar. Deze resultaten lijken te wijzen op een gevoelige periode in de ontwikkeling. Aanhoudende afwijkende zuigpatronen in de 4 tot 6 weken na de uitgerekende datum kunnen dienen als vroege voorspeller voor mogelijke ontwikkelingsproblemen op 2-jarige leeftijd. Het vermogen om contact te leggen met anderen komt steeds meer op de voorgrond te staan naarmate een kind ouder wordt. Vooral in de vroege basisschoolleeftijd gebeurt er veel. Het sociale leven speelt zich meer en meer buiten de deur af.
er worden vriendjes gemaakt en er moet een plekje gevonden worden in de klas. Dit proces verloopt bij te vroeggeboren kinderen niet altijd even makkelijk. In een onderzoek is gevonden dat ongeveer 12,5% van de ouders van 8-jarige prematuren vindt dat hun kind een beperking heeft op het gebied van de sociale vaardigheden. Om meer inzicht te krijgen in wat er in de vroege basisschoolleeftijd gaande is op het gebied van de sociale interactie, hebben we 10 interviews afgenomen bij ouders van te vroeggeboren kinderen. De ouders die hebben meegedaan, die hebben al eerder meegedaan tijdens het onderzoek van Saakje da Costa. En we hebben gekozen voor kwalitatief onderzoek, omdat kwalitatief onderzoek de gelegenheid biedt om vanuit het perspectief van de ouder naar de sociale interactie te kijken. Onze onderzoeksvraag was: hoe ervaren ouders van 5- tot 8-jarigen de sociale interactie van hun prematuur geboren kind? We hebben de interviews uitgeschreven en tekstfragmenten gecodeerd. Een van de ouders vertelde bijvoorbeeld het volgende. Hij is spastisch in zijn beentjes en daarom gaan we ook naar de revalidatiearts, nog steeds. En hij loopt dus op zijn tenen met zijn knietjes naar binnen. Ja, hij loopt anders dan een gewoon kind. En zeker met sporten heeft hij daar echt hinder van. Je weet maar nooit hoe dat op zo'n school gaat. Hè? En dat hij daar dan toch om wordt gepest. En misschien dat het wel een beetje onze angst is hoe dat gaat. En hoe zich dat gaat ontwikkelen. En dan ontwikkelt het zich dus zo. Hè, dat hij net zo hard meedoet met de grootste. De codes die aan deze tekst gegeven zijn waren handicap en zorgen over de toekomst. Een ander thema waarover ouders vaak vertelden was karakter. Aan dit fragment hebben we de codes karakter en invloed van de vroeggeboorte gegeven. Dat vechten om te overleven, ik denk dat het een deel van haar karakter geworden is. Ze geeft niet heel snel op. Ze zit nu op turnen. Ze zal niet snel opgeven. Het is een sterke, pezige tante die nog net even dat laatste stukje zal geven om die extra dingen te doen. Op de balk of dat soort dingen. Daar zie ik het vechten nog zeker in terug. Ik denk dat dat een stukje van haar karakter is geworden. Het zit er zo in. Tijdens de interviews hebben de ouders in totaal over 131 thema's of onderwerpen die met sociale interactie te maken hebben iets verteld. Deze codes hebben we samengevoegd in 32 subcategorieën. Een voorbeeld van een subcategorie is sociale rangorde. Onder sociale rangorde vallen codes zoals plaats in de kinderrij en populariteit. De subcategorieën zijn uiteindelijk verdeeld onder 8 hoofdthema's. Alle hoofdcategorieën zijn verwerkt in dit model. In de rode cirkel staan alle thema's over de sociale interactie zelf. De bovenste rode cirkel bevat de thema's over de sociale interactie op de korte termijn. Dus wat er op het moment van de interactie zelf gebeurt. Bijvoorbeeld elkaar imiteren of het delen van belevenissen of een emotie. In de onderste rode cirkel staat wat de interactie op de lange termijn kan opleveren, zoals bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Deze cirkels beïnvloeden elkaar uiteraard. Een positief ervaren interactiemoment vergroot het zelfvertrouwen en zal op den duur leiden tot bijvoorbeeld meer initiatief nemen in de interactie. In de buitenste cirkels staan factoren die van invloed zijn op die interactie. Bij de cirkel van het kind hoort bijvoorbeeld de subcategorie karakter van het kind of beperkingen als gevolg van de vroeggeboorte. Onder de cirkel van de ouders valt bijvoorbeeld de subcategorie normen en waarden van de ouders. Onder de cirkel van de omgeving vallen alle andere interactiepartners, maar bijvoorbeeld ook de woonplek en de schoolsituatie van het kind. De blauwe pijlen geven de wisselwerking weer tussen de rode cirkel en de blauwe bolletjes. Het kind heeft om zijn interactie te reguleren bijvoorbeeld aandacht nodig. Aandacht vasthouden is niet voor alle prematuren even makkelijk. De ouder helpt het kind hierbij door bijvoorbeeld zijn handelingen te structureren. De geïnterviewde ouders gebruiken allemaal verschillende strategieën bij het opvoeden van hun kind. De omgeving biedt allerlei ervaringen en nieuwe uitdagingen waarin de sociale interactie geoefend kan worden.
Dit model biedt een kader waarmee gekeken kan worden naar de sociale interactie bij prematuur geboren kinderen. Doordat het model gegrond is in de beleving van de ouders, sluit het aan bij de dagelijkse praktijk. Het model kan gebruikt worden voor theorievorming, vervolgonderzoek en voor het ontwikkelen van interventies die gericht zijn op het stimuleren van de sociale interactie. In het tweede deel van het vervolgonderzoek hebben we onderzocht of er een verband bestaat tussen de zuig- en slikontwikkeling bij te vroeg geboren kinderen en de ontwikkeling op 5-jarige leeftijd. We hebben die ontwikkeling in kaart gebracht bij 34 van de te vroeg geboren kinderen en we hebben hierbij gekeken naar de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en het gedrag. In de figuur is per kind per meetmoment te zien hoe het drinken ging in de eerste weken na geboorte. De meest rechter kolom geeft weer of een kind op 5-jarige leeftijd een normale ontwikkeling had of niet. De donkergroene vakjes geven een normale ontwikkeling weer. De donkerrode vakjes geven een afwijkende ontwikkeling weer. Wat we wilden weten was of de aard en het beloop van de zuigpatronen ook een mogelijke vroege voorspeller konden zijn voor de ontwikkeling op 5-jarige leeftijd. Wat we ontdekten is dat het moment waarop een normaal zuigpatroon wordt bereikt door het kind, de zwarte blokjes in de figuur, een voorspeller is voor de latere ontwikkeling. Voor elke week dat het langer duurt totdat een kind een normaal zuigpatroon bereikt, neemt het risico op een afwijkende ontwikkeling met bijna 60% toe. Het percentage afwijkende zuigpatronen tot aan de uitgerekende datum brengt geen verhoogd risico op een afwijkende ontwikkeling op 5 jaar met zich mee. Als we het uitsplitsen naar de 3 verschillende ontwikkelingsgebieden, zien we dat hoe hoger het percentage is dat een kind een afwijkend zuigpatroon had, hoe minder goed de motoriek en hoe lager de intelligentie. Er is geen verband tussen de ontwikkeling van de zuigpatronen en het gedrag. Net als bij het onderzoek op 2-jarige leeftijd vinden we dat de aard en het beloop van de zuigpatronen een vroege voorspeller kunnen zijn voor ontwikkelingsproblemen op 5-jarige leeftijd. Aanhoudende, afwijkende zuigpatronen geven een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen op 5 jaar. Ouders van het vroeggeboren kindje hebben vaak veel vragen over de ontwikkeling van hun kind. Het doel van dit project is om ouders te ondersteunen bij het maken van keuzes rondom de zorg voor hun te vroeggeboren kind. Om dat te doen hebben we eerst onderzocht welke vragen ouders hebben met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind en de zorg voor hun kind. Hiervoor hebben we een vragenlijst afgenomen bij 120 ouders. En ouders hebben hierbij aangegeven welke vragen zij hebben over hun kind en over de zorg voor hun kind. Voorbeelden van vragen die ouders hebben zijn: hoe zal mijn kind zich laten ontwikkelen? En wat is normaal voor de ontwikkeling van een te vroeg geboren kindje? We hebben de vragen van ouders ingedeeld op onderwerp. Bijvoorbeeld de vraag: wanneer moet mijn kind beginnen met het eerste hapje? Werd ingedeeld bij voeding. De vraag: hoe gaat de ontwikkeling van prematuren op schoolleeftijd? Werd ingedeeld bij school en leren. In de figuur is te zien welk percentage vragen onder een bepaald onderwerp viel. 23% van de vragen waren vragen over de ontwikkeling in het algemeen. Bijvoorbeeld: hoe zou mijn kind zich in de toekomst ontwikkelen? Zal ze last blijven houden van haar vroege geboorte? 6% van de vragen ging over correctieleeftijd. Dit zijn vragen als: moet ik bij de ontwikkeling rekening houden met de geboortedatum of met de uitgerekende datum? Vragen over bewegen vormden 7% van de vragen. Een voorbeeld hiervan is: hebben te vroeg geboren kinderen een achterstand in de motoriek? 5% van de vragen ging over taal, zoals: hoe gaat de spraakontwikkeling bij te vroeg geboren kinderen? Vragen over groei vormden 8% van de vragen. Bijvoorbeeld: hoe zit het eigenlijk met inhaalgroei bij te vroeg geboren kinderen? 15% van de vragen ging over voeding. Bijvoorbeeld: mijn kind is erg gevoelig voor prikkels in het mondgebied. Wat kan ik doen bij het leren eten van vaste voeding? 8% van de vragen ging over school en leren. Bijvoorbeeld: hoe gaat de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen op school? 3% van de vragen waren vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals: welke gedragsproblemen passen bij prematuriteit? Ten slotte viel 25% van de vragen onder overig. Dit waren veelal individuele vragen die niet in het algemeen te beantwoorden waren, zoals: wanneer mag mijn kind naar huis of kan mijn kind naar de normale kinderopvang? Om ouders te helpen met deze vragen hebben we een website ontwikkeld over de ontwikkeling van te vroeggeboren kinderen:
www.kindexpert.nl. Op deze website geven we informatie over de vroeggeboren kinderen en tips over wat ouders zelf kunnen doen. Ik heb deze website ontwikkeld in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen van de Hans Hogeschool Groningen. Studenten hebben literatuuronderzoek gedaan en experts geïnterviewd en op basis daarvan teksten geschreven voor de website. Ten slotte hebben we enkele ouders van te vroeggeboren kinderen gevraagd om de website te evalueren en de website op basis van hun feedback verder aangepast.